Gelukkig, we zijn er weer. Ik ben Axel van Bloks en ik ga je vandaag weer helemaal op de hoogte brengen van de allerlaatste nieuwtjes en ontwikkelingen uit de sector. We kijken naar het volgende. Koersen, die gaan lekker. Plan B die ziet dit nog veel groter worden. Die doet er uitspraken over de misschien wel nabije toekomst en dan met name de waarde van Bitcoin die daarbij moet gaan horen. CEO van BitMEX stapt onverwacht op de Bitcoin van Tesla. Daarmee gaat het op papier in ieder geval wat minder. De hoeveelheid bitcoin die de afgelopen 14 jaar over het netwerk is verstuurd, bereikt een enorme mijlpaal. We kunnen eigenlijk niet beter van start. Na zo heel eventjes helaas eruit te hebben gelegen weer terug. En dat gaat direct gepaard met groene cijfers. Dat is natuurlijk het beste begin dat je zo'n beetje kan wensen. En het gaat ook meteen echt serieus de goede kant op. Want vrijwel alle crypto's staan op dit moment in de plus. Flink in de plus zelfs. We zien bijna overal groene cijfers. En in toch ook best wel een aantal gevallen hebben we in ieder geval boven of rondom de double-digit growth gezeten. Hoogste niveau, wat eigenlijk ook over de hele linie beschouwd voor crypto dan wordt bereikt in een week of zes. Eindelijk dus weer gelukt ook. Belangrijk bijeffect daarvan om de totaalwaarde van de cryptomarkt weer net op, zelfs heel kort net boven die 1 biljoen Amerikaanse dollar te krijgen. Dat is, hou je vast, een 1 met 12 nullen. Dat is natuurlijk een hele belangrijke mijlpaal. Zaten we de afgelopen periode constant onder. Daar is nu weer eventjes verandering in gekomen. Hoe ziet het er dan uit van de dominantie betreft over die hele biljoen dollar? 39,8% wordt voor herrekening genomen door Bitcoin en Ethereum 18,8%. En de rest, grofweg 40%, is dus overige altcoins die de markt daaruit opmaken. Nou, opvallend aan de huidige groei is wel het volgende, dat Bitcoin er met een soort troostprijsje van door moet gaan. Is een achterloper, doet het nog steeds heel goed. Het heeft nu nog steeds over de afgelopen 24 uur gezien, in ieder geval een ruime 5% in de plus. Heeft zo rond de 7% gestaan een paar uur geleden. Is heel goed, maar heel veel alts doen het nog veel beter. Zoals bijvoorbeeld een Ethereum, die met maar liefst 10,77% op dit moment heeft op 13 gestaan. Over de afgelopen 24 uur weten te floreren, maar ook wat verder naar beneden. Een Solana, een Dogecoin. Allemaal coins die het heel erg goed hebben gedaan. 18% voor Ether, ook nog even leuk om daarbij te vermelden over de afgelopen 7 dagen. Dus dat zijn ook natuurlijk stevige percentages. Op de hoogtepunten zagen we dat Cardano het met zo'n 12% mocht doen. Doge, Ether Classic, die deden het ook met ongeveer dergelijke percentages. Uniswap, Litecoin, Polkadot rond de 9% op het hoogtepunt. Dus daar zie je met name de grootste groeiers. En voor de verandering dus eventjes niet per se bij Bitcoin. Maar doet er niet toe. Het gaat er natuurlijk vooral omdat de hele sector weer een beetje een opleving ziet sinds al die weken. Of eigenlijk nog wel wat langer zelfs, dat we een beetje zijwaarts saaie gebieden hadden betreden. Er gebeurde gewoon heel weinig prijsactie. En daar is voor nu eventjes, de vraag is natuurlijk hoe lang, maar voor nu verandering ingekomen. Plan B laat weer eens van zich horen. De Nederlandse analist is dat, die de meesten toch wel zullen kennen van zijn wereldberoemde stock-to-flow model. Daarmee, destijds stock-to-flow, dus werd het voor het eerst eigenlijk in de geschiedenis van Bitcoin mogelijk gemaakt om een waarde te plakken op de schaarste van Bitcoin. Om dat eigenlijk uit te gaan drukken in een keiharde euro- of dollarwaarde. Was heel erg vooruitstrevend, heeft het ook heel erg lang heel goed gedaan. Werd daar ook heel lang flink in aangehangen. Vele mensen die zagen dat dus de leidraad voor het verdere verloop van Bitcoin. Nou, het huidige sentiment is dat allemaal wat rustiger, hoor je daar zo wat minder over. Maar laat inmiddels weer van zich horen door middel van onder andere deze tweet. Of dat is in ieder geval een opvallende, vind ik dan zelf. En daar staat eigenlijk even vrij vertaald het volgende. Op een dag dan word je wakker en staat Bitcoin eigenlijk uit het niets weer op zo'n $21.000. Een weekje later staat hij weer op $24.000 en voor je het weet zitten we weer op de 30.000. En dan zegt hij, waarschuwt hij eigenlijk al, zullen velen zeggen dat het een bulltrap is, maar de beermarkt is voorbij en de volgende bullmarkt is dan begonnen. Dat is hoe dat hij het zelf beschrijft. En daarmee zegt hij dus eigenlijk letterlijk dat hij het idee heeft dat de volgende bullmarkt, de start daarvoor is alweer gemaakt, de basis daarvoor is gelegd. Wat er exact qua achterliggende data voor is gebruikt, dat wordt uit dit bericht in ieder geval niet heel duidelijk. Maar ja, normaliter dan is het natuurlijk wel zo dat Plan B daar een heleboel interessante data achter heeft te liggen. Dus het zal ongetwijfeld ook weer ergens op gestoeld zijn. Nou, zo liet hij dat 2 dagen geleden nog weten, dat hij ook een heel concreet beeld zelfs heeft bij de bodem voor Bitcoin zoals we die op dit moment zien. De vraag dus welke koers als bodem op dit moment wordt aangehouden, antwoordt hij 17.600.
dollar. Dat is wat hem betreft in de huidige cyclus, in de huidige omstandigheden. Dus het laagste punt dat we hebben aangetikt, dat is 18 juni afgelopen al gebeurd. Van daar zou het dus in principe alleen nog maar omhoog moeten gaan. En ook daar houdt hij weer een prijskaartje aan. Namelijk het volgende. 2025, dan verwacht hij dus weer dat we op een hele mooie top van de bull run gaan zitten. $140.000 tot $200.000, dat zijn dan de bedragen die daarbij moeten gaan horen. Daar, in dat geval, in die cyclus, zouden we ook weer een nieuwe bodem gaan zien. En die zou in dat geval rond de $70.000 moeten gaan liggen. Waarom 2025? Waarom zo specifiek in die periode? Nou, dat heeft alles te maken met de Bitcoin halving. Die natuurlijk om en nabij iedere 4 jaar plaatsvinden. En die hebben een groot effect op de prijsontwikkeling voor Bitcoin. En dat is dan dus ook die prijsontwikkeling die we daarvan mogen gaan verwachten. Nou, het stock-to-flow model benoemde ik net al. Dat is natuurlijk dit hele verhaal. Dan is de grote vraag, hoe staat het daar op dit moment mee? Eigenlijk als volgt. We zitten er, nou ja, inderdaad ver onder. We hebben de grootste afwijking naar beneden toe in principe, zo even uit mijn hoofd op dit moment, te pakken die we ooit hebben gezien binnen het model. Maar alsnog zie je ook, natuurlijk met name bij de halvings, de grote sprongen omhoog, dat het een hele lange tijd echt een goede leidraad is geweest. En daar blijf je dus in principe nog aan vasthouden. Dat we hier inderdaad weliswaar een flinke afwijking naar beneden hebben, maar uiteindelijk op die lange termijn, met name dus hier na deze volgende halving in de loop van 2025, weer een flinke stap omhoog kunnen gaan doen. Dus een nieuwe bodem van die 70k gaan zien, nieuwe toppen tot misschien wel 200.000. En dat is dus ook allemaal te herleiden uit deze grafiek. En ook voor die huidige grote afwijking die we toch wel zien, heeft hij een verklaring. Zeer grillige macro-economische klimaat, waar dat we overal, gewoon echt wereldwijd natuurlijk mee te maken hebben op dit moment, dat mogen duidelijk zijn. Waaronder met name misschien wel de renteverhogingen vanuit de Fed. En ja, die hebben toch ook wel een flinke impact daarop. Rente stijgt sneller dan dat we sinds de jaren 70 hebben gezien. En dat zie je heel goed in deze grafiek. Dit zijn allerlei activiteiten die de Fed erop na heeft gehouden. In dit geval dus de renteverhoging, de hikes. En we zien hier dat dat hier op dit moment dus echt extreem hard en snel gaat. Ja, en dat heeft inderdaad zijn of haar impact op de financiële markten, waar dat vandaag de dag Bitcoin ook gewoon volwaardig deel van uitmaakt. En daarin zien we dus datzelfde gebeuren, diezelfde reactie. Daar wordt natuurlijk even met een schrikreactie op gereageerd. Nou, dat allemaal tezamen met alles wat er nog meer gaande is in de wereld zorgt op dit moment voor die grote druk naar beneden. En dus ook de afwijking binnen zijn model. Maar laat je niet foppen, 2025 moet het alsnog gaan gebeuren. Ook weer een kleine throwback. Hoe staat het ervoor met de Bitcoin die Tesla in bezit had? Op dit moment als volgt, blijkt in ieder geval uit de laatste bij de SEC ingediende documentatie, een verlies op papier. Dus het is nog niet verkocht. Het verlies is nog niet te gelden gemaakt. Maar op dit moment ziet het er zo uit, een min van $170 miljoen. Dat is wat ze op dit moment dus hebben verloren op papier op hun investering in Bitcoin. Eerste 9 maanden van 2022, daar hebben we het dan over die periode. Dit blijkt dus ook uit de laatste kwartaalrapportage. En dit is dus nogmaals een verlies op papier. Daar zijn nog een aantal kanttekeningen bij in de eerste plaats. Het is nog niet verkocht, dus het is nog niet zover. Daarnaast ligt het werkelijke verlies op die initiële investering in ieder geval ook op dit moment lager. Tesla heeft eerder namelijk ook al $64 miljoen winst uitgecashed. Dat zou je daar dus weer van af kunnen gaan trekken. Daarbij ziet de situatie er vandaag de dag nog heel anders uit. Want er zou nu nog maar $218 miljoen aan Bitcoin überhaupt op de balans staan. Iets meer dan 10.000 Bitcoin, wat dat we het dan over hebben, kan inderdaad wel eens gaan kloppen. Want in het tweede kwartaal van dit jaar is er ook nog zo'n $926 miljoen aan Bitcoin verkocht. Dus er is veel veranderd in de afgelopen tijd. Want ooit hebben zij maar liefst $1.5 miljard in Bitcoin gestoken. Dat gebeurde begin 2021. Nou, daar zijn dus een aantal verkopen al bijgekomen op dit moment. En daarom is die balans dus ook flink veranderd. Alsnog doet dat er niet aan af dat we op dit moment dus een op papieren verlies hebben van $170 miljoen netto. Minus die $64 miljoen winst dus uit eerdere verkopen. Dat betekent dat er meer van $106 miljoen. Zeer zonde, dat absoluut. Maar is het erg voor een bedrijf als Tesla? Nou, dat waarschijnlijk niet. Want als we gaan kijken naar de bedrijfsresultaten over wat ze eigenlijk doen natuurlijk, het maken van auto's, hebben ze een winst geboekt van $3,3 miljard over, ook weer de eerste 9 maanden van dit jaar.
Vergeleken in ieder geval met diezelfde periode vorig jaar. Dus wat dat betreft floreert dat, wordt er meer dan genoeg geld verdiend. Is een verlies van een 100 miljoen om en nabij. Geen halszaak voor een dergelijk bedrijf, maar wel zonde. Het heeft er natuurlijk ooit veel florisanter uitgezien. En we zien ook het liefst dat een bedrijf als Tesla daar een positieve vibe aan overhoudt. En dit soort stappen, investeren in Bitcoin, dus nog vaker gaan herhalen. Maar op dit moment zijn de cijfers helaas negatief. Weer een onverwacht verlies binnen de crypto sector, namelijk de CEO van BitMEX. Die stapt plotseling op. Het gaat om Alexander Hupting. Die had het dus voorgezien, gooit het beltje op en neer en stopt met zijn functie als CEO bij de crypto beurs. Nog geen 2 jaar dat hij überhaupt op deze positie zat, was dus nog relatief jong. De volgende die het stokje voorlopig in ieder geval handen gaat overnemen, dat wordt dan Stefan Lutz. Dat is nu de CFO. En die wordt dus voorlopig interim CEO om de boel wel draaiende te kunnen gaan houden. Waarom Alexander op dit moment heeft gezegd, nou ja, het is mooi geweest, is niet helemaal duidelijk. Wel kunnen we natuurlijk een beetje gaan gissen naar de oorzaak daarvan. De reputatie en überhaupt de bedrijvigheid binnen BitMEX is de afgelopen jaren flink geslonken. U gaat al even mee, namelijk in 2014 werd dit bedrijf opgericht. Een van de eerste beurzen was dat ook die überhaupt de derivaten aanbood. De doorlopende Bitcoin futures, de swaps, daar waren ze helemaal bekend om. Dat zijn dan dus die contracten zonder einddatum. Daar zijn ze in de eerste instantie ook groot mee geworden met het aanbieden van die toen nog vernieuwende producten. Nou, lang goed gegaan. Uiteindelijk is Hopner dus in 2021 in dienst gekomen bij BitMEX. Een aardige staat van dienst daarvoor. Had hij bijvoorbeeld gewerkt bij de Börse Stuttgart, de Deutsche Börse en Eurax. Binnen de crypto-handelstak weer van de Börse Stuttgart had hij ook al een mooie functie. Dus hij zat er al een beetje tussen die beide werelden in. Uiteindelijk is hij dus hier aan de slag gegaan om hier nog meer van te gaan maken. Maar ja, lijkt op dit moment dus niet helemaal te zijn geslaagd. En sowieso gaat het wat turbulenter de afgelopen tijd. Want Alexander die nam de CEO-functie weer over van Vivian Qu. Dat was ook weer een interim CEO. Die werd aangesteld nadat de oprichter, medeoprichter en CEO Arthur Hayes eerder moest aftreden. Dat had weer te maken met de rechtszaken die hij aan zijn broek had gekregen. De CFTC, het ministerie van Justitie, die zaten allemaal achter hem aan. Werd hem te heet onder de voeten, had zich teruggetrokken en daar was zij toen voor in de plaats gekomen. Nou, er is dus flink wat geswapt om verschillende uiteenlopende, niet al te positieve redenen daar. En ik zei het al, het gaat natuurlijk ook wat minder lekker met het hele marktaandeel van deze partij. Dat kunnen we ook goed gaan laten zien door middel van deze grafiek afkomstig van The Block. Want die dominante positie die zij veel eerder hebben gehad, ja, die is er toch wel echt flink uit. Als we hier in ieder geval naar deze periode gaan kijken, dan zie je dat dit stukje, deze moet ik hebben, BitMEX is. Ja, dat was ooit heel erg groot, gekeken naar de open interest dus. Dus uiteindelijk een beetje de positie binnen de markt van deze partij. Flink geslonken en daar is nu nog maar heel weinig van over. Is inmiddels sterker nog een van de kleinere spelers geworden. En dat is met name opgeslokt door partijen zoals bijvoorbeeld een Binance. Maar we zien hier dat OKX ook flink is gegroeid. Bybit langzaam maar zeker. Ook een FTX. Nou, dat zijn allemaal partijen die dus dat stukje marktaandeel, of dat stuk marktaandeel, als ze toen nog langzaam maar zeker hebben opgeslokt. En dat lijkt nu dus ook de CEO te veel te zijn geworden. Hele mooie grafiek die ik nog voor je heb voordat we gaan kijken naar de koersen. Want dit laat namelijk zien hoeveel waarde er de afgelopen 14 jaar even afgerond al verstuurd is en verwerkt is door het Bitcoin-netwerk. En dat is echt enorm, want we hebben een belangrijke grens daarin behaald, zelfs al overschreden. Namelijk die van 100 biljoen dollar aan waarde. We zitten inmiddels op zo'n 102 biljoen USD dus aan waarde dat over die afgelopen jaren verstuurd is over het Bitcoin-netwerk. Dit is afkomstig van de data van Glassnode, gedeeld door Checkmate, analist die ook werkzaam is voor Glassnode. Dat is dus echt een hele interessante om even naar te gaan kijken. Een flink stuk geschiedenis, de hele geschiedenis eigenlijk van Bitcoin, dat hier dus heel visueel heel mooi in wordt gevangen. En dit is eigenlijk ook heel bijzonder, want als we gaan kijken naar een aantal andere belangrijke soortgelijke sectoren, zoals bijvoorbeeld de goudmarkt of de fiatmarkt, ja, dan is er eigenlijk geen idee hoeveel er daarvan exact in omloop is op aarde. Wat daar in de toekomst mee gaat gebeuren. Gaat er meer komen, minder en wanneer is er helemaal geen pijl op te trekken. Dus het is heel bijzonder dat we dit zo super duidelijk en concreet in beeld kunnen gaan brengen voor Bitcoin. Is dus volledig transparant en dat soort van dit soort mooie grafieken.
Daarmee komen we dus inmiddels op die enorme 102 biljoen Amerikaanse dollar uit. Is het hier natuurlijk ook wel zo, want dit is alles op een hoop gegooid. Het zijn niet alleen maar transacties die iets hebben toegevoegd of bijgedragen aan het economisch verkeer. Het kan ook bijvoorbeeld zijn binnen wallets. Het wordt geherschikt door personen, maar het is in ieder geval wel een mooi beeld van wat er qua capaciteit allemaal over het netwerk is gestuurd. Want het is natuurlijk allemaal verwerkt, geaudit, definitief gemaakt, zwart op wit gezet, door iedereen gecontroleerd en ook non-stop, zonder dat het ooit uit heeft gelegen, is dit gewoon werkend geweest die afgelopen tijd. Nou, heel erg tof om te zien. Wat je hier ook nog mooi in deze grafiek kunt gaan zien, is hoeveel van die transacties op een bepaald moment winst of verlies hebben betekend. Je raadt het waarschijnlijk al, het groene stuk is inderdaad dan weer waarde, dus eigenlijk transacties die positief einde kenden, die op dat moment dus mooi in de plus stonden, het rood op dat moment in de win. En dit blauwe is totaal aantal UTXO's. Dus je kunt zeggen aantal adressen dat dan actief is. En dan zie je dus dat we hele mooie, grote, flinke periodes met name in het groen zien. Natuurlijk is die balans ook wel eens anders geweest. Met name hier die piekt het rood er echt bovenuit. Maar het ziet er zelfs in de huidige omstandigheden nog steeds hartstikke mooi uit eigenlijk. En eindelijk kunnen we het weer zeggen. Wat er ook mooi uitziet zijn de koersen. Koersen op tradingview.com en eigenlijk ook overal daarbuiten. Want ze zijn praktisch overal gelijk. Maar wij gaan ons even beperken tot TradingView. We kijken naar Bitcoin uitgedrukt in de Amerikaanse dollar. De data afkomstig weer van Bitstamp. En we beginnen eventjes iets gedetailleerder dan dat we normaal doen, namelijk op de dagcandles. Dit wil ik je heel graag ook heel snel laten zien. Deze twee candles, daar gaat het natuurlijk om. Dat is vandaag woensdag de 26e en gisteren dinsdag de 25e logischerwijs. Gisteren hebben we namelijk afgesloten met een plus op de hele dag dus van 3,91%. Vandaag zijn we op weg om daar weer een ruime 2,5% bovenop te gaan gooien. En daardoor, door de beweging van deze twee dagen, gebeuren een aantal interessante dingen. Namelijk in de eerste plaats dat we deze stevige resistance weten te doorbreken hier eindelijk. Nou, hier wordt het begin daarvoor gemaakt. Hier proberen we daar doorheen te breken. Hier komen we er bijna van in de buurt. En nu lukt het na een eerste poging die lijkt te mislukken wel. We gaan door deze resistance line heen. Daarna breken we eigenlijk uit deze driehoek. Die trend wordt vandaag voortgezet. En daarmee zoeken we dus ook direct weer de bovenkant van dit hele zijwaartse kanaal op. Het rondom die $20.000 ligt. Dit nu op zo'n $20.580 waar dat een bitcoin voor wordt verhandeld. Dus we zitten echt aan de bovenkant van deze hele zone. En dat is heel goed nieuws. Want net ook al besproken, we gaan al heel lang relatief zijwaarts. We zitten hier eigenlijk al sinds half juni met prijzen die zo rondom dit niveau liggen. Nou hebben we daar hier een korte periode wat boven mogen zitten, uiteindelijk tot die 25k en toe. Daar werd dus de top ook gemarkeerd waarna deze resistance wordt ingezet. En daarna komen we daar weer sinds eind augustus rondom dit gebied terecht en zitten we er hier echt een hele periode onder. En nu zijn we eindelijk weer op het hoogste punt dus sinds, nou ja, hier 13 september terecht gekomen. Echt aan de bovenkant van dit hele gebeuren. En dat is echt best wel goed nieuws. Daarmee lijkt die crisis voor nu ook even afgewend, dat we bijvoorbeeld die mooie supportlijn die zich hier aan het vormen was, die ook al hier van dateert eigenlijk het begin, hier verliezen. We zijn echt nog niet daar. We zijn nog niet uit de gevarenzone, want hieronder ligt natuurlijk de zorg dat we zouden gaan terug kunnen vallen naar zo'n $12.000, de volgende grote resistance. Nou, die was hier heel lang ook heel reëel. Die is nu even iets verder weg. Natuurlijk zijn er nog meters te maken boven dit niveau echt definitief uitbreken. Want dat we hier bijvoorbeeld probeerden, hier en hier wat langer succesvol om weer door te gaan zetten en uiteindelijk 25k en daar voorbij. Als we nog veel verder vooruit gaan kijken, ja, dan moeten we natuurlijk op zijn minst weer terug naar die $30.000, wat hier al veel langer een zeer stevige support heeft gediend. En waar het eigenlijk ook mis is gegaan nadat we die hier verloren. Daar willen we uiteindelijk naartoe, is nog steeds heel ver weg. Maar de eerste stappen, en nu ook redelijk snel, slechts 2 dagen daarvoor, die zijn eindelijk weer gezet. We weten daarmee dus deze week al aardig te gaan positioneren. Als we bijvoorbeeld ook gaan kijken naar de weekcandles, en dan zie je waarschijnlijk ook al wat ik bedoel, dat we hier tot nu toe in de eerste helft van deze week eigenlijk in één klap lijkt het dan 5,2% in de plus noteren, het bereik van deze hele zone uitspelen en dus aan de bovenkant daarvoor terecht zijn gekomen. Positieve ontwikkeling, dan is het zo. Hoe komt dat? Nou, daarvoor kan ik je bijvoorbeeld de DXY, de waarde van de Amerikaanse dollar, er even bij gaan pakken. Nou, dan zie je waarschijnlijk al voor een gedeelte waar dat die beweging vandaan komt.
Zoals we al veel vaker hebben gezien, heeft dat een soort omgekeerde correlatie. Als de Amerikaanse dollar het heel goed doet, doet Bitcoin en veel andere financiële markten daarmee het wat minder. Doet de Amerikaanse dollar het niet al te best, dan floreren die markten juist weer. En dat zien we nu precies gebeuren. DXY-waarde dus van de Amerikaanse dollar uitgedrukt in een mandje andere buitenlandse valuta gaat 2 dagen op rij flink naar beneden. Echt stevig voor een gewone fiat. Bijna 1% in de min gisteren en vandaag weer bijna 0,6% extra in de min. Daarmee komen we overigens weer hier rondom die 110, waar dat we hier begin oktober ook nog mee te maken hebben gehad. Maar die kracht daaruit, die neemt af en je ziet direct dat dat zorgt voor weer een extra vloei van het geld naar in ieder geval de Bitcoin en andere financiële markten. Een van de grote aanjagers daarvoor ongetwijfeld op dit moment. Was hem voor vandaag. Nu ben ik er gewoon weer als van ouds iedere werkdag voor je. Dus ik zie je heel graag morgen weer terug hier op het YouTube kanaal van niets minder dan Blocks. Met daarom weer de allernieuwste Blocks update. Vergeet niet te subscriben, te liken en eventueel een comment achter te laten. Dan wens ik je nog een prachtige avond en spreek je morgen gewoon weer hier. Tot dan. Doeg.